Je vais faire mes fourrières. Dan heb je wat oude motortjes nodig, die oude lellebellen en dan knap je nou wat op. Ik bewaar dat dan maar weer. Dan hebben we nog een ooroordeling. Hier staat dan mijn oldtimer. Dat is een IFA van 1957. En het grootste deel van deze auto is hout. Toen ik hem kreeg, toen werd dat natuurlijk al heel wat verrotten. Hoe lang ben je maar aan de gang geweest? Ik ben de trein hier maar aan de gang geweest. Net constant natuurlijk, hè, want ja, ik had ik was wat hoort, want ik krijg ruzie met de vrouw. Maar ik ben er toch soms langere dagen dan ik ooit bij mijn baas maken heb. Maar ja, dit weer dan verraardig iets vanzelf. Ik mag graag wat maatje en ik moet net op een stoel zitten. Ik moet wat bezigheden hebben, ik moet wat doen. Mijn vrouw zei het wel eens, nou, dan moest ze wat minder doen. Maar ja, als je een heel dag bestoel zit, dan krijg ik zeer de kont. Dus dan kan je beter wat doen. Nou, dan ga je een blokje om en dan kan je er zelf niet stappen. En je hebt mooi behoefte, je kunt er bezitten, je kunt er maar gewoon. Nou ja, dan heb je er wat meer om. Ik heb altijd druk. Ik ben al hier in het werk en ja, ik verveel me nooit een minuut. Er is altijd wel wat en dan denk je van, nou ja, dan heb ik het wat rustiger en dan is er wel wat door. En vind je dat weer uit en dan vind je dat weer uit, nou, ze hebben er altijd wel wat. En dan zie ik ook iemand op de achtergrond daar zitten. Waar is dat? Dit is Boy Radersma. Dat is een boerke. Het is hem net echt natuurlijk, maar. Die had in het Stien Roodland wennen en die wennen nog een hier strijden wennen in Stien in het Skilhien. Ik had er een heleboel spul van gekregen. Ik had er oude melkerij en oude gereedschap. En, ja, ik heb zijn pet, zijn kieltje, zijn reerde boerhoek en zijn klompjes en zijn broek. Nou, en dat heb ik hier model zetten. En dan had mijn zuster, die had, is op ware creatief, die had daar een kop van maken. Dat ik hem hier maar in de hoeken zetten. En die had de boel wat in de gaten. Ja. Die harde boel wordt in de gaten, schrikt ik wat hoor. Hier heb ik dan ook nog wat. Nou ja, daar hangt ik van alles wat op het gebied. Ik sommige dingen, die ben net zo al wat. Ik zei wel eens, nou ja, we hebben het ermee rond. Maar mijn vrouw zei, dat is veel te volle raadsel. Nou ja, dat is misschien ook wel zo. En maar wat is er nou zo mooi om dit te hebben? Ja, wat is mooi. Ik had er wel aardig iets om. Mijn huid was vroeger bij de boerarbeider. En dan sloegen wij wel een soort bij de boer om. En ja, hoe komt het? Ik ben begonnen met een motorke dat hij kocht. Nou, dat is wel 20 jaar geleden. Dat ging hier in het Hoogsting en dat heeft net terug naar tijd op mijn manier. En op een gegeven moment heb ik dat klaarmaken en dan moet er nog een motorke bij. En dan op een gegeven moment dan word je dat wel wat compleet. Hè? En dan krijg je hier wat bij en dan krijg je daar wat bij. Ja, maar ja, het hangt eigenlijk al een beetje te dichtbij worden. En het is, ja, ik bedoel, maar ik ben lang blij. Wie had zo'n hockey voor zijn verzameling? Ik bedoel, maar wie had een oldtimer dat bijvoorbeeld dat het auto in Hoogsteen had en zo. En dat redelijk droog is en zo vlak bij hoes en zo. Nou ja, dat ik maar lang blij was. En, ja, zo ik zei, mijn vrouw die zei van, ik zei nog wel, ik heb wat ermee rond, maar mijn vrouw zou dat eerst wel rotselen. Nou ja. Dat ken je dan maar doen. Het eeuwige conflict. Ja, ik bedoel. Maar ja, van de andere kant, ik bedoel, maar als ik nog altijd in de hoek zit en ik bedoel, maar dan krijg ik ruzie met de vrouw. En ik bedoel, maar, ja, je kan je weer een heleboel tijd in kwijt en nou ja, dat is een aardig iets hier. Agoeie, wat ben je hier aan het doen? Nou, dat was de bedoeling dat we hier zouden schoffelen. Stond in de plannen. Ja, een baasje maakt de plannen. Nou, misschien wel, hè? Ken niet. Omdat ze hier aan het trainen zijn? Ja, ze hangen in die vakken om, hè?
Dan gaan wij er niet bij. Dus wacht even, we kijken even. Dat kan het toch, nee. Je kun je net even tussen die handhavingstraining terugheen naar Skoffelie. Dat worden wij de boerslijn, hè? Ja, dat worden wij de boerslijn, ja. Dat worden wij oppakt. Dat doet maar niet, dan. Nee, maar dat is dus geen optie. Je wacht je dreigst te gaan. Ja. Ik weet niet waar die flauwekul hier naar duurt, maar... Ja, daar toch heen, dus je vertrekt aan het zelf wel. Maar... Of is dit van je ik even een lekker excuus om maar even een schof te nemen? Kijk, hij krijgt het in het snotje, hoor. Hij is het helemaal voor hem. Ja, ik ben helemaal gaaf aan het schoffelen. Ik ben helemaal flauw van. Dus nog even zitten. Ik heb even zien met die andere man allemaal gesproken. Nou man, geniet nog even van je relax momentje, succes. Ja, dat gaan we even doen, komt goed. We gaan nog even kijken, we gaan hier nog even van genieten. Misschien leren we er wat van. Je weet het maar nooit. Dus ontzettend.